Hallelujah. Can we have just a little word of prayer before we continue? Kunnen we een kort woord van gebed hebben voordat we verder gaan? Let it be, precious God, your continuation. Heer, mogen het uw voortgang zijn. Line upon line. Regel na regel. Precept upon precept. Idee na idee. The work of your glorious spirit. Het werk van uw heerlijke heilige geest. The complete work of which we've asked. Het volledige werk waarom we gevraagd hebben. Refresh our spirits. Verfris onze geest. Let us not sag and grow weary. Mogen we niet moe worden en onderuit zakken. But give us a holy and a burning desire. Maar geef ons een heilig en een brandend verlangen. To go all the way with you. Om de hele weg met u te gaan. Till every last resistance to your spirit be overcome. Tot iedere laatste weerstand tegen uw geest overwonnen zal zijn. And you might sweep all before you. Opdat u een volledig berg door ons heen kan waaien. In the fire of your revival. In het vuur van uw opwekking. For Holland. Voor Nederland. And for Jesus' sake. En voor de naam van Jezus. Amen. Amen. Well, this was a remarkable episode that we discussed this morning. Het was nogal opmerkelijke periode waar we het vanochtend over gehad hebben. The enormous revelation that was granted to Peter. De ongelooflijke ontdekking die Petrus toegestaan was. Not by the will of man or flesh or blood. Die niet kwam door de wil van een man of van vlees en bloed. But from the Father who is in heaven. Maar van de Vader die in de hemel is. Flesh and blood hath not revealed this unto thee, Jesus said. Jezus zei, vlees en bloed heeft u dit niet laten zien. But my Father which is in heaven. Maar mijn Vader die in de hemel is. Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. Gezegend zij u, Simon. That's the beginning of true blessedness. Dat is het begin van ware zegen. Is the authentic revelation of who Jesus is. Dat is ligt in een authentieke openbaring van wie Jezus is. And we mentioned how desperately needed such revelation is in this particular hour. En we hebben al gezegd hoe ongelooflijk belangrijk het is juist in deze tijd. When the name of Jesus has been so painfully blasphemed. Nu de naam van Jezus zo pijnlijk gelasterd wordt, gegodslasterd wordt. And one is stunned at his popularity. En mensen toch stom verbaasd kunnen staan over zijn populariteit. And the frequency with which his name is taken in the mouths of men. En de frequentie waarmee mensen zijn naam in hun mond nemen. And also abused and misused. Maar hoe die ook misbruikt wordt. He really needs to be set forth as he truly is. Hij moet werkelijk gezien worden en we moeten hem werkelijk laten zien zoals hij is. He needs to be seen as he is. Hij moet gezien worden zoals hij is. As only the Father can reveal him from heaven. Zoals alleen de Vader vanuit de hemel hem kan openbaren. Because it's the beginning of true blessedness. Want dat is het begin van waarlijk gezegend worden. And the only means by which we can also bless others. En het is ook de enige manier waarop we waarlijk andere mensen kunnen zegenen. And yet, what is the stunning fact? En wat is het verbazingwekkende feit? That the same man who was so privileged to see this by the revelation of Spirit. Het is dat dezelfde man die zo gezegend was om dit door de Geest geopenbaard. Moments later was being rebuked by Jesus. Dat hij nog maar even daarna werd vermaand door Jezus. It came because Jesus had told him something in the 21st verse. En het kwam omdat Jezus hem iets verteld had in het 21ste vers. From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again in the third day. Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. And Peter took him and began to rebuke him. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen. I think we ought to just rest there for a moment. Ik geloof dat we hier eventjes moeten ophouden. Then Peter took him and began to rebuke him. En Petrus nam hem toen terzijde en begon hem te bestraffen. I mean, let that sink into your hearing. Laat dat eens tot je doordringen. What is man that he should be mindful of us? Wat is een mens dat hij ons zou gedenken? Let alone that man should take God. Laat staan dat God of dat de mens God apart zou nemen. And rebuke him. En hem zou bestraffen. It's an astounding thing. Het is een iets wat ons versteld doet staan. It's stunning. Het is stom verbazend. The audacity of man.
de durf, het lef dat een mens heeft. To rebuke the Son of the Living God. Om de Zoon van de levende God te bestraffen. And you would be amazed at the frequency with which this goes on. En je zal verbaasd zijn door de frequentie, het aantal malen dat dat gebeurt. We're suffering something that we can't understand. We lijden van iets wat we niet begrijpen. We don't like it, it's painful. We vinden het niet plezierig, het doet pijn. When is this trial going to pass? En wanneer zal deze beproeving voorbij zijn? How come we're suffering this and the others are not? Waarom lijden wij dit en anderen niet? When we're actually more spiritual than they? Terwijl we toch eigenlijk geestelijker zijn dan zij? And we ask, Lord, why? En we vragen, Heer, waarom? Why me? Waarom ik? Have you ever thought that that question is a statement that reveals rebellion? Heb je ooit, daar is erbij stilgestaan, dat dat een houding dat van rebellie inhoudt? That so much as to question God. Dat betekent dat we een vraagteken zetten achter wat God to doet. To take him and to rebuke him. Om hem terzijde te nemen en hem te bestraffen. Is unspeakable audacity on the part of men. Het is een onzegbare lef van de mens. And you can multiply the instances. En dit soort keren kun je vermenigvuldigen. You remember the sisters of Lazarus, Mary and Martha. Herinner je nog de zusters van Lazarus, Mary en Martha? One was considered to be more spiritual than the other. En de ene van de ene werd gezegd dat ze meer geestelijk was dan de ander. Until crisis came. Tot de crisis kwam. And then there was really not much difference between them. En toen maakte het eigenlijk niks meer uit. Lord, if you had been here. Heer, als u hier maar geweest zou zijn. What a tone of accusation is in that question. Wat ligt daar een beschuldigende toon in die vraag? Lord, if you had been here, our brother would not have died. Heer, als u hier geweest zou zijn, dan zou onze broer niet gestorven zijn. What a contradiction is in even the question. Wat een tegenstrijdigheid ligt er in de vraag zelf. How can he both be Lord and not be here? Hoe kan hij tegelijkertijd Heer zijn en toch niet hier zijn? How can he be Lord and not be perfectly aware of all that is taking place? Hoe kan hij Heer zijn? En toch niet volmaakt bekend zijn met alles wat er gaande is. How dare we charge him with the implication that somehow he was mindless of our condition and of our need? Hoe kunnen we hem beschuldigen dat hij op een of andere manier niet zich bewust is geweest van onze toestand en onze nood? Little wonder that it's in that episode that we have the shortest verse in all the Bible. Het is ook geen wonder dat we juist in dat gedeelte het kortste vers hebben van de hele Bijbel. Jesus wept. Er staat Jezus weende. If the Lord would open the heavens tonight. Als de Heer de hemelen zou openen vanavond. And show us by the light of his revelation. En ons door het licht van zijn openbaring zou laten zien. The way we have misused and abused God. De manier waarop we God hebben misbruikt. The way that we have rebuked him and questioned him. De manier waarop we hem vermaand hebben en hem een vraagteken achter zijn laten hebben gesteld. It would be a shock beyond all speaking. Dan zou we niet meer kunnen spreken van een schok. Probably one of the most lamentable lacks in our generation, the absence of something. Waarschijnlijk is de meest ernstige, of wat we het meest missen in onze generatie. Is the absence of the fear of God. Is de afwezigheid van de vrede des Heren. There just doesn't seem to be an appropriate reverence for God. Er is gewoon geen goede eerbied, geen juiste eerbied meer van God. There seems to be such a casual air that characterizes modern Christianity. Het lijkt alsof het allemaal zo gemakkelijk opgenomen wordt in het hedendaagse Christendom. A certain matter of factness. Gewoon een bepaalde feitelijke manier van praten erover. If you squint your eyes a little bit. En als je het heel goed kijkt. You would almost think that men are employing God for their purposes. Dan zou je bijna denken dat de mens God gebruikt om zijn eigen doeleinden te bereiken. As if he has an obligation to fit himself into their services. Alsof hij verplicht is om zich voor hun diensten te plaatsen. And to adjust himself to their convenience. En om zich aan hun gemakken aan te passen. And comply with their church bulletins and programs. En zich in te passen in hun kerkprogramma's, hun kerkblaadjes. There is an enormous abuse of God. Er was een ongelofelijke misbruik van God. Until your spirit almost cries out for some kind of decent atheism. Tot je het geest bijna uitroept en vraagt om een goede atheïst. That makes no profession of knowing God. Die in ieder geval niet beleidt God te kennen. Let alone those that should call upon his name and misuse him for their ends.
laat staan diegenen die zijn naam gebruiken, maar zijn naam misbruiken voor hun eigen doelen. Maybe we need to examine what it is that provoked Peter to speak as he did. Misschien moeten we er eens over nadenken wat Petrus ertoe bracht om dit te zeggen. That a man could go from the spirit to the flesh in a matter of moments. Dat een man bracht van de geest van het vlees naar de van de geest naar het vlees in van de ene moment op de andere. If so great an apostolic as figure as Peter was capable of this, what shall we say? Als zelfs een belangrijk apostolisch figuur als Petrus dat overkwam, hoeveel te meer dan wij? A moment after his perfect revelation of who Christ is. Nog maar één moment na zijn volmaakte openbaring van wie Christus is. He's speaking out of the flesh. Spreekt hij vanuit het vlees. Let this be far from you, Lord. Laat het toch verder van u zijn, Heer. Well, I don't see that that's so fleshy, Art. Ik zie niet dat dat nou zo vleeselijk is. It's full of well-meaning sentiment. Het is heel goed bedoeld allemaal. It has the Lord's well-being at heart. Het heeft uiteindelijk de wil van God in het aan het centrum. It's kindly in its intention. En het is goed bedoeld, vriendelijk. It reveals a kind of an affection for the Lord. En het laat zien dat hij toch een gevoel had, een liefde had voor de Heer. If you are asking those questions. Als je dat soort vragen stelt. It's a revelation of how deeply you yourself are in the flesh. Dan is dat een openbaring van hoe jij in het vlees bent. Because you think that flesh only takes on the most blatant and conspicuously evil forms? Want denk jij dat het vlees allemaal alleen maar de meest slechte vormen aanneemt? You think that it's only flesh when it pertains to orgies or drugs? Denk je dat het alleen maar met vlees te maken heeft als het gaat om orgieën of om drugs? And that flesh has not to do with decency or morality or ethics? En dat vlees niet te maken heeft met netheid en goede moraal en ethiek. And can be just as offensive to God as the most blatant carnal sin. En dat het net zo beledigend voor God kan zijn als de meest openlijke zonde. That which is born of the spirit is spirit. Want wat geboren wordt uit de geest is geest. That which is born of the flesh is flesh. En wat vanuit de geest vanuit het vlees geboren wordt. The flesh is in enmity with the spirit. En je vlees is it lusts against the spirit. Is in vijandschap met de geest. And the spirit against the flesh. En de geest en het vlees strijden met elkaar. It's an irreconcilable conflict. Het is een conflict dat niet te verzoenen valt. There's a war on. Er is een oorlog gaande. Of such totality. Een zo'n volledige oorlog. But somehow the proportions of this have been blunted for us. Maar op een of andere manier zijn de ware proporties daarvoor een beetje vervaagd voor ons. Somehow we have been more condescending to things of the flesh than the Lord himself. Op een of andere manier zijn we makkelijker bereikbaar voor de dingen van het vlees. Well, it's not bad. Ach, zo erg is nou ook niet. It means well. Hij bedoelt het goed. It's for the Lord's sake. Het gaat toch allemaal om de Heer. It's producing some result. En er komt wat resultaat van. Amazing how tolerant we are. We zijn toch tolerant. And lenient and condescending. En hoe toegefelijk we zijn. But the Lord was not. Maar de Heer was dat niet. He was absolutely total in his rejection. Hij was volledig in zijn verwerping ervan. It was one of the severest rebukes he had ever given any disciple. Het was een van de ernstigste vermaningen die hij ooit heeft uitgebracht ten opzichte van wie dan ook. And I want to assure you. En ik wil je ervan verzekeren. That God has not changed one whit since. Dat God op geen enkele manier veranderd is. He is just as absolute in his opposition. Hij is nog steeds even absoluut in zijn weerstand. To all that is born of the flesh. Ten opzichte van alles dat vanuit het vlees geboren wordt. Only we are not that severe. Alleen wij zijn niet zo streng. If it works. Als het toch gaat. Als het toch goed if it produces some result. Als er wat resultaat uit voortkomt. We let it pass. Dan laten we het maar voorbij gaan. We're more concerned with utility. Het gaat ons meer om bruikbaarheid. If it produces a result. Als er maar resultaat van komt. We're not as fastidious as the Lord himself. As painstaking. We zijn niet zo precies als de Heer zelf. That his ends be accomplished by his means only. Dat zijn doel alleen bereikt zou worden op zijn manier. That if there's something that is of the spirit which is holy and sinless and pure. En dat er iets is wat van de geest is en wat heilig is en zonderloos en rein. It must come into being by the same means. Dat het dan door dezelfde middelen bereikt moet worden. Hail Mary, thou hast found grace and favor in the sight of God. Gegroet Maria, u heeft
genade gevonden in de ogen van God. Virgin of Israel. Maagd van Israël. Undefiled and chaste. Onbesmet. But how shall these things be, seeing I know not any man? Maar hoe zal dat gebeuren als ik geen man ken? The Holy Spirit shall hover over you. De Heilige Geest zal over u komen. And that which shall be born of you. En dat wat vanuit u geboren zal worden. Shall be holy, sinless and pure. Zal heilig, zondeloos en rein zijn. So did the beginning of the end of the age commence. En dat was het begin van het eind der tijden. And so also must it conclude. En zo ook moet het eindigen. With that which comes down from heaven only. Met datgene wat alleen vanuit de hemel komt. And is transmitted through virgin vessels. En dat door maagdelijke bronnen doorgegeven wordt. I'm trying to find a vulgar way not to say this. Who will not spread themselves to any other influence. Die zichzelf niet bloot zullen stellen aan welke andere invloed dan ook. That which is in the earth from heaven can be again holy, sinless and pure. Zodat opnieuw datgene wat vanuit de hemel op de aarde is, zondeloos en rein zal zijn. En heilig. Jesus said, get thee behind me, Satan. Jezus zei, ga achter me, Satan. For thou art an offense, a stink unto me. Want ge zijt een aanstoot tot mij. For you smell of the things that be not of God. Want ge zijt niet bedacht op de dingen van God. But those that be of men. Maar op die der mensen. How many of us have pondered that verse as much as we ought? Hoeveel van ons hebben daar wel genoeg over nagedacht? I'll tell you that it'll bring some startling things to your attention. Dat zal je wat dingen naar je aandacht brengen wat je wel eens op zijn kop zou kunnen zetten. One is the utter simplicity of Christ. Het ene is de uiterste eenvoud van Christus. He sees right through to the heart of things. Hij ziet regelrecht tot de kern van dingen. He has a kind of a total perception. Hij heeft een volledige opname. A simplistic view. Hij ziet alles heel eenvoudig en eenvoudig. Unaffected by sophisticated theologies. Niet aangedaan door allerlei mooie theologieën. He sees things coming from either only one or another place. Hij ziet hoe de dingen of van de ene of van de andere plaats komen. Above or below. Of van boven of van beneden. And doesn't recognize any other source. En hij erkent geen andere bron. He says that which savors of Satan and not of God. Hij zegt dat wat smaakt naar de Satan en niet naar God. Is that which also smells of man. Is datgene wat ook ruikt naar de mens. He made them to stand as being one and the same. En hij zette ze allemaal op hetzelfde niveau. He equated that which comes of Satan as that which comes of men. Hij stelt dat wat van Satan komt gelijk aan dat wat van de mens komt. How many of us have so absolute a view? Hoeveel van ons hebben zo'n absoluut zicht op zaken? That we would be as quick to rebuke anything that comes from man. Dat we snel zouden zijn in het bestraffen van alles wat van de mens afkomt. As if it had come from Satan himself. Alsof het van Satan zelf gekomen zou zijn. Dear children, how you need to come to this perception. Lieve kinderen, wat moeten jullie tot dit inzicht komen? Because I can tell you that the greatest threat in the end times is not going to be for you evil. Want ik kan je vertellen dat de grootste bedreiging voor je in de eindtijd niet het kwaad zelf zal zijn. It's going to be that which is good. Maar dat datgene zal zijn wat goed is. Let it be far from you, Lord. Laat het toch ver van u zijn. Heer. That's a good statement. Dat is een goede opmerking. It's full of good intentions. Het is vol goede bedoelingen. Full of good sentiment. Vol goede gevoelens. There's only one thing wrong with it. Maar er was maar één ding mee verkeerd. It comes from below. Het komt van beneden. And had Jesus accepted it and acted upon it. En als Jezus het geaccepteerd had en ernaar gehandeld had. We would not one of us be in this room now. Dan zou op dit moment niemand van ons in deze kamer zijn. That kindly sentiment. Maar dat vriendelijke sentiment. Would have been enough to keep him from his cross. Zou genoeg geweest zijn om hem van zijn kruis af te houden. To keep him from his suffering. Om hem af te houden van zijn lijden. And from his atoning work. En van zijn verzoenend werk. It was full of well-meaning attention. Het was vol goede bedoelingen. Kindly. Vriendelijk. But it came from below. Maar het kwam van beneden.
severe choice that we will have to make at the end of the age. De ernstige keuze die wij zullen moeten maken aan het einde der tijden. Is not that which is evil as against that which is good. Is niet een keuze tussen datgene wat kwaad is en datgene wat goed is. But that which is perfect. Maar tussen datgene wat volmaakt is. From that which is good. En datgene wat goed is. For the good is the enemy of the perfect. Want het goede is de vijand van het volmaakte. And if Satan cannot distract us from blatant evil and ugly temptations and things that are vile. En als Satan ons niet kan afleiden door dingen die kwaad zijn en gewoon onrein zijn. He'll seduce us and try to distract us by that which is merely good. Dan zal hij ons verleiden door datgene wat alleen maar goed is. Will you set your face as a flint? Zul je je oog scherp richten? Will you be just as indifferent to that which is good as that which is blatantly evil? Zul je net zo onverschillig staan ten opzichte van hetgene dat alleen maar goed is als hetgene dat kwaad is? Recognizing with Jesus that there are only two sources of anything? En dan zal je herkennen met Jezus dat er alleen maar twee bronnen zijn voor dingen? That which is born from above? Datgene wat van boven afgeboren is. And that which is born from below. En datgene wat van beneden uitgeboren is. Get thee behind me, Satan. Ga achter mij, Satan. For you smell of the things which be of Satan, of Satan and not of God. Want je ruikt naar dingen die van Satan afkomstig zijn en niet van God. You smell of those things which be of men. Je bent niet bedacht op de dingen van de mens. Je bent bedacht op de dingen van de mensen. May God stab our hearts with this. Mogen de Heer ons hart daarmee doorsteken. And make us to realize that nothing has changed. En mogen Hij ons door realiseren dat er niets veranderd is. These are the timeless and the eternal categories. Dit zijn tijdloze en eeuwige categorieën. But we have not been as insistent upon the Lord. Maar we hebben niet genoeg gestaan op de Heer. In looking to that which only comes from heaven. In het zien op dat wat alleen uit de hemel komt. And we have too often condescended to that which comes from man. En we hebben te vaak toegegeven aan datgene wat van de mens komt. Which in fact comes also from below. Wat in feite ook van beneden komt. You say, Art, what will it take? If this was the mistake of Peter. Maar dan zeg je misschien van Art, maar wat is er dan voor nodig als dit Petrus fout al was? For one moment can be a vessel for the expression of a revelation that came from the Spirit of Heaven. Die op het ene moment een kanaal kan zijn voor een openbaring die van de hemel zelf komt. And the next moment something that came from below. En het volgende moment een openbaring van iets wat van beneden kwam. What is our safety? Waar hoe kunnen wij dan veilig zijn? And how shall we miss such a snare? En hoe kunnen wij ooit zo'n val ontlopen? For that reason I would have you to turn to the Gospel of John. Voor die reden wil ik graag dat je het Evangelie van Johannes opzoekt. And another episode that Jesus had. Een andere periode van Jezus. That might enlarge our understanding. Die ons misschien meer inzicht zal geven. It's a very familiar episode. Het is een heel bekende tijd. Of a Pharisee who came by night to see Jesus. Van een Farizeeër die 's nachts tot Jezus kwam. Nicodemus in the third chapter. Nicodemus in het derde hoofdstuk. A ruler of the Jews and a Pharisee. Een overste der Joden, een Farizeeër. And he came to Jesus by night and he said, "We know that thou art a teacher come from God." En hij kwam 's nachts tot hem en zei: Rabbi, we weten dat we van God gekomen zijn. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Want niemand kan die tekenen doen welke gij doet tenzij God met hem is. And Jesus answered and said unto him. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Verily, verily, I say unto thee. Voorwaar, ik zeg u. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. How do you like that as an answer? Wat, hoe vind je dat als antwoord? Wat vind je daarvan? Have you been astute enough, sharp enough to see? Heb je wel scherp genoeg gezien? How strange the answers are that Jesus gives to men. Hoe Jezus vaak vreemde antwoorden geeft aan mensen. Sometimes you're startled at how great is the disparity between the question and the answer. Soms kan je misschien helemaal in verwarring gebracht worden door de verschil tussen het vraag en het antwoord. You say, why is that, Art? En je vraagt, waarom is dat dan? Because the question came from below.
Dat is omdat de vraag van beneden kwam. It was human. Het waren was mensen. Merely curious. Alleen maar nieuwsgierigheid. A distraction. Een afleiding. But the answer came from above. Maar het antwoord kwam van boven. Heavenly. Hemels. And it's not related to that question. En het heeft niets te maken met die vraag. Are you giving that kind of answer to men? Geef jij dat soort antwoorden aan de mens? Are you giving heavenly answers to earthly questions? Geef je hemelse antwoorden op aardse vragen? Or are you fixed at the same low plateau as those who ask you? Of zit je zelf ook vast op datzelfde lage niveau waar anderen hun vragen vanaf stellen? And feel that you have some obligation to appease their curiosity. En heb je het gevoel dat je verplicht bent om hun nieuwsgierigheid wat te bevredigen? There's not been enough heavenly answers. Er zijn niet genoeg hemelse antwoorden geweest. Because we have responded to men at their own level. Want we hebben de mens geantwoord op hun eigen niveau. And missed therefore heavenly confrontations. En daardoor hebben we hemelse confrontaties gemist. Yes, but after you realize that Jesus was taking quite a risk. Ja, maar realiseer je wel dat Jezus daarmee een heel groot risico nam. He may well have bewildered Nicodemus with this kind of answer. Hij zou Nicodemus wel helemaal in de war gebracht kunnen hebben met dit antwoord. And would have missed his opportunity. En dan zou hij zijn kans gemist hebben. Because this is a ruler of the Jews. Want dit was een overste der Joden. A very significant man of influence. Een heel belangrijk man, een invloedrijk man. And what a catch for the kingdom he would have been. En wat zou het geweldig zijn voor het koninkrijk. I think Jesus should have asked him the four spiritual questions. Ik geloof dat Jezus hem de vier geestelijke vragen. You know that God has a plan for your life? Weet je wel dat God een plan voor je leven heeft? He was willing to risk the loss. Hij was bereid om het verlies te riskeren. And so also must you. En dat moet jij ook. Daartoe moet jij ook bereid zijn. Because if your motives are so low. Want als je motivatie zo bij de grond is. So tinged with expediency. There's that word again. With a desire for a certain result. Zo beïnvloed door een verlangen naar een resultaat. You may well miss the heavenly purpose of God. Dan mis je heel waarschijnlijk het hemelse doel van God. If something is to be born in the earth which is holy, sinless and pure. Als er iets op de aarde geboren moet worden wat heilig, zondeloos en rein is. Not only must the act and the speaking come from heaven. Dat moet niet alleen de handeling en het spreken vanuit de hemel komen. But the motive also. Maar ook de motivatie. Is there anything that has more corrupted modern evangelism? Is er iets wat moderne evangelisatie meer verziekt heeft? Than the self-seeking desires of men? Dan de zichzelf zoekende verlangens van mensen? Wanting to put another notch in their belt and have another trophy. Look what I saved. Die een andere trofee wil hebben van waar mensen naar kijken en zeggen van zie je wat ik bereikt heb? Or maybe their activity was the result of some kind of drivenness. Of misschien kwam hun activiteiten wel voort uit een soort gedrevenheid. Some compulsion to win souls. Een drijfveer om zielen te winnen. To appease some kind of sickly conscience. Om een soort ziekelijk geweten te bevredigen. I'll tell you much of that is going on nowadays. En ik zal je wel vertellen dat veel van dat soort werk gaande is op dit moment. Because our lives are not right. Omdat onze levens niet recht staan tegen. Because we know intuitively we're not walking fully in the light. Omdat we intuïtief weten dat we niet volledig in het licht wandelen. We think somehow we can compensate for that. Je denkt dat we op een of andere manier daarvoor kunnen compenseren. By doing something for God. Door iets voor God te doen. Is there a more frequent question than that? Is er een meer frequenter gestelde vraag? What are you doing for the Lord? Wat doe je voor de Heer? And you feel somewhat conscience stricken. En je voelt je gewetensnood. I guess I'm going to be doing something. Oh, ik denk dat ik iets wat moet gaan doen. And therefore we do not wait. En daarom wachten we niet. For that which originates from God. We wachten niet op datgene wat zijn oorsprong heeft in God. In his own time. In zijn eigen tijd. For his own purpose. Voor zijn eigen doel. That which comes as the result of that. Dat datgene wat komt als resultaat daarvan. Is holy, sinless and pure. Dat het heilig, zonderloos en rein zal zijn. I wish I had the time to take you back to the advent of Jesus. Ik wou dat ik de tijd had om terug te gaan naar de adventstijd van Jezus. That had to come first with a one who would come before, John the Baptist. Die voorafgegaan moest worden door Johannes de Doper. Do you remember the circumstances of his birth? Herinner je nog de omstandigheden van zijn geboorte? He came to a couple who were barren and stricken with years. Hij werd geboren van een echtpaar wat onvruchtbaar was.
and out. What a stigma for a Jewish couple to bear in that generation. Wat was dat een ongelooflijk stigma om te dragen voor een Joods echtpaar in die dagen. Because if you were sterile and barren. Want als je onvruchtbaar was. The conclusion was that somehow there was secret sin in your life. Dan was de conclusie daarvan dat er op een of andere manier heimelijke zonde was in je leven. That God had closed your womb. Dat God je moederschoot toe had gesloten. It would be a humiliation for any Jew. En dat was een enorme vernedering voor iedere Jood. What then for men like Zechariah, who was a priest? Laat staan voor een man als Zacharias die priester was. And suffered this reproach all his life long. En zijn hele leven hiermee heeft moeten leven. Until when he was stricken with years. Totdat hij oud geworden was. There came a particular moment. Dat er een moment kwam. He was in the course of his priestly duties. Waarbij hij bezig was met zijn priesterlijke plichten. When he was met at the right side of the altar by an angel. Toen hij aan de rechterzijde van het altaar ontmoet werd door een engel. Who announced to him that the barrenness was to be ended. Die hem verkondigde dat de onvruchtbaarheid ten einde gekomen zou zijn. And one was to be born from through his wife Elizabeth. En dat er iemand geboren zou worden uit zijn vrouw Elisabeth. Who would be the forerunner of the Messiah himself. Die Jezus zelf vooruit zou lopen. What an interesting beginning. Wat een belangwekkend begin. For bringing into the world the Holy One of Israel. Om zo de Heilige van Israël de wereld in te brengen. That God would choose such a couple as this for the forerunner. Dat God een echtpaar als dit zou gebruiken om de voorloper te zijn. Were barren and stricken with years. Die onvruchtbaar en oud waren. But never ceased petitioning God in their prayer. Maar nooit ophielden om God te verzoeken in hun gebeden. The angel said, "Your prayers have been heard in heaven." En de engel zei, uw gebeden zijn gehoord in de hemel. And 6 months to the day after the birth of that John. En 6 maanden na de geboorte van die Johannes. The same angel visited Mary. Kwam dezelfde engel bij Maria. And so began the conception of Jesus himself. En zo kwam de totstandkoming van Jezus zelf. Interesting what has happened to Christmas. Het is interessant om te zien wat er met kerst van Kerstmis is Such geworden. An orgy of buying and having. Het is gewoon een orgie van kopen en hebben. Christmas parties and revelry. Kerstfeestjes en plezier. Department stores looking all over the world looking for this season to make their profits. Warenhuizen de wereld rond die juist in deze periode hun winsten willen maken. Christians themselves entering into the merriment, into the levity, the spirit of the holiday. En christenen die meegaan doen met al het plezier en dezelfde geest en de vakantietijd ervan maken. And altogether losing the significance of the event that's being commemorated. En op die manier volledig het belang uit het oog verliezen van het moment dat er waar dat gevoel gevierd wordt. An opportunity to be reminded of the only way by which holy things come into the earth. Het is een kans missen van eraan te denken hoe iets heiligs op de aarde gekomen is. It must have their origin in heaven. Het moet zijn oorsprong in de hemel hebben. And come into earth by birth. En geboren worden op de aarde. Jesus answered him and said. Jezus antwoordde hem en zei. Verily, verily, I say unto thee. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. How many of us have had such a birth to commence our spiritual life? Bij hoeveel van ons zijn ons geestelijk leven met zo'n geboorte begonnen? And never again considered. En hebben nooit meer erover nagedacht. That the means by which our spiritual life began. Dat de manier waarop ons geestelijk leven begon. Is the only means by which it can continue. Dat ook de enige manier is. Dat het door kan gaan. Moment by moment. Van het ene moment op het andere. In that which is born from above. In datgene wat van boven geboren is. And not from below. En niet van de aarde. Peter lost sight of that. Petrus heeft het uit het oog verloren. And something was born in him. En er is iets in hem geboren. Of which Jesus had to say, "Get thee behind me, Satan." Waarvan Jezus moest zeggen, "Ga achter mij, Satan." How consistently must we give ourselves only to that which is born from above? Hoe zeer moeten wij onszelf voortdurend geven aan datgene wat van boven geboren wordt? Consistently. Voortdurend. Moment by moment. Moment na moment. What a tension. Wat een spanning. What a demand. Wat een eis. This is more than
what can be reasonably expected for a disciple. Dit is meer dan redelijkerwijs verwacht kan worden van een discipel. This must go beyond mere obedience. Dit moet verder gaan dan alleen maar gehoorzaamheid. You're right. Dat is ook zo. It's for lovers only. Het is alleen voor minnaars. Whose attention is always turned to heaven. Van wiens aandacht voortdurend op de hemel gericht is. Who would never condescend to spread themselves out. Die nooit toe zouden geven aan zichzelf te verspreiden. And to allow some fleshly and earthly thing to be conceived in them. En toe zou staan dat er iets vleeselijks, iets aards geboren zou worden in zichzelf. Omdat het zou werken. Because it's convenient. Omdat het gemakkelijk Because is. Because it brings a result. Omdat het resultaten geeft. Only that which is born from above. Maar alleen dat wat van boven geboren wordt. How dense even our ears are. Wat zijn onze oren doof om te horen. That Jesus has to say, verily, verily. Dat Jezus zelfs voorwaar moet zeggen. How pointed is his statement. Wat is dat een scherp gezegd is. How we need to underline the word must. Must be born from above. Must. Hoezeer moeten we het woord moeten of in het Nederlands tenzij moeten onderstrepen. For in the sixth verse, that which is born of the flesh is flesh. And that which is born of the spirit is spirit. In vers 6 staat, want wat uit de vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. The wind blows where it listeth, and you hear the sound of it, but you cannot tell whence it comes nor where it goes. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. How many of us have come to that maturity? Hoeveel van ons hebben die volwassenheid bereikt? This kind of discipline in God. Dit soort discipline in God. That we can be virginal and chaste vessels for God. Dat we maagdelijke kanalen kunnen zijn voor God. That the Spirit can blow through us where it will. Dat de geest door ons kan waaien waar hij wil, zoals hij wil. We don't have to ask where it came from. Dat we niet hoeven te vragen waar hij vandaan kwam. And we don't have to see where it's going. En dat we niet hoeven te zien waar het heen gaat. We don't have to see the result of it. We hoeven het resultaat ervan niet te zien. To have the assurance and the satisfaction that it was from God. Om toch de zekerheid en de voldoening te hebben van de wetenschap dat het van God afkomstig was. We leave that with him. Maar dat laten we aan hem over. The wind bloweth where it listeth. De wind blaast waait waarheen hij wil. And we simply are the agency and the instrument, the virginal channel. En wij zijn alleen maar het werktuig, het maagdelijke kanaal through which it passes. Waardoor het gaat. How many of us are greedy to see the result of our obedience? Hoeveel van ons zijn hebberig om het resultaat van onze gehoorzaamheid te zien? We've got to have a personal sense of assurance that God was with us. We moeten een persoonlijk gevoel hebben van zekerheid dat God bij ons was. We've got to see some result for our activity. We moeten wat resultaat zien van onze activiteiten. And because we have this kind of urgency. En omdat we dit soort urgentie achter ons hebben. It's a kind of a voluptuous desire. Is het een soort It's sensual. Het is een soort sensueel verlangen. Carnal. Het is vleeselijk. Earthly. Aard. Devilish. Duivels. That we move easily into manipulating to see and to guarantee that there'll be some result. Het zal ons ertoe brengen om gemakkelijk te gaan manipuleren en ervoor te zorgen dat er resultaat zal zijn. If something is to be born of the Spirit, als er iets uit de geest geboren moet worden, it has got to come through a virgin, dan moet het door een maagd gebeuren. Whose only response is this, wiens antwoord alleen dit is. Let it be unto me according to thy word. Mogen het aan mij geschieden volgens uw woord. I don't know how I'm going to be able to explain this. Ik weet niet hoe ik dit zou kunnen uitleggen. I don't even think that I can. Ik denk niet eens dat ik dat kan. That doesn't matter to me. En dat kan me ook niet schelen. I'm willing to suffer the reproach for this. Ik ben bereid om de bestraffing ervoor te dragen. Let the Holy Ghost fill me. Laat de Heilige Geest me vervullen. Let me be swollen with God. Laat me helemaal gevuld. In a way that cannot be explained to men. Op een manier die niet uitgelegd kan worden aan een mens. Let me suffer the humiliation and the reproach. Mag ik de vernedering en de vermaning lijden? And I'm willing even to suffer the death. En ik ben bereid zelfs de dood te lijden. Te Have you ever realized that that's what Mary was saying? Heb je wel eens gerealiseerd dat dat eigenlijk was wat Maria zei? When she said, "Let it be unto me according to thy word." Toen ze zei van, laat het aan mij gebeuren volgens naar uw wil. What was the penalty in the law for a maiden of Israel found not to be a virgin? Wat was de bestraffing volgens de wet van Israël waar een maagd of waar een vrouw gevonden werd die geen
maagd meer was. To be taken to the doorstep of her father's house. De straf was om naar de drempel van het huis van haar vader genomen te worden. And there to be stoned to death. En om daar tot ter dood gestenigd by te worden. By her fathers, her brothers and the men of the community. Door haar vader, haar broers en de mannen uit de leefgemeenschap. Let it be unto me according to thy word. Mogen het aan mij geschieden naar uw woord. Jesus was not concerned for the consequence. Jezus gaf niet om het resultaat en de consequenties ervan. What if his answer bewildered Nicodemus? Wat dan nog als zijn antwoord Nicodemus in verwarring heeft gebracht? What if he lost the golden opportunity to win a very significant soul? Wat dan nog als hij de gelegenheid zo verloor om een belangrijke ziel te verliezen? Even for him, the Spirit listeth where it will. Zelfs voor hem was het zo dat de geest waaide waar hij wilde. And you could not tell where it came from nor where it was going. En je kon niet zeggen waar het vandaan kwam of waar hij heen ging. He didn't have to. En dat hoefde ook niet. He didn't have to know. Dat was ook niet nodig dat hij het wist. His obedience was not contingent upon his knowing. Zijn gehoorzaamheid was niet afhankelijk van zijn weten. He never originated anything out of himself. Hij heeft nooit iets laten voortkomen uit zichzelf. The word that he spoke, he received from his father. De woorden die hij sprak, ontving hij van zijn vader. And if his father was not speaking, he was not speaking either. En als zijn vader niet sprak, sprak ook hij niet. Have you ever considered what would have been the result if he had ever once spoken out of himself? Heb je wel eens bedacht wat het resultaat geweest zou zijn als hij ooit één keer vanuit zichzelf gesproken zou hebben? He would have destroyed the credibility of the scriptures. Hij zou de geloofwaardigheid van de schrift verwoest hebben, teniet gedaan hebben. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Isaiah 53:7. Jesaja 53, vers 7. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken. En hij deed zijn mond niet open. How are we if someone steps on our toe? Hoe staan wij ervoor als iemand op onze tenen gaat staan? There's something about our flesh being injured that really provokes us to speak. Er is iets wat als ons vlees geraakt wordt, wat ons ertoe brengt om te spreken. To speak defensively. Om verdedigend te spreken. And in behalf of our interests that are now being offended and abused. En dat we gaan spreken voor onze eigen belangen die nu misbruikt worden. He was afflicted. Hij werd mishandeld. Oppressed. Verdrukt. Yet he opened not his mouth. En toch deed hij zijn mond niet open. What a sublime obedience to God the Father. Wat een sublieme gehoorzaamheid aan de Vader. Despite all provocation. Ondanks alle provocatie. Had he opened it but once. Zou hij ooit één keer zijn mond hebben geopend? Had he broken this necessary silence? Had hij, als hij deze noodzakelijke stilte doorbroken had, had he contradicted this prophetic requirement? Als hij deze profetische eis tegengesproken zou hebben. He would have destroyed in one stroke the validity of all the prophetic scriptures. Dan zou hij in één keer alle de validiteit vernietigd hebben die de schrift heeft. And the credibility of the entire scripture itself. En de geloofwaardigheid van de hele schrift zelf. By one inopportune speaking. Door één verkeerd moment van spreken. How would you like to live? Hoe zou jij willen leven? As if your obedience was just as crucial. Als jouw gehoorzaamheid er net zozeer op aan zou komen. That one inopportune speaking from you. Dat één onjuiste uitspraak van jou. One remark that was not originated from heaven. Eén opmerking die niet uit de hemel geboren that was. Had its origin from below. Maar die zijn oorsprong van beneden had. And found a place in you. En die een plaats vond in jou. To give it expression. Om daar uitdrukking aan te geven. Would be sufficient to destroy some enormous thing in God. Dat zou genoeg geweest zijn om iets enorms in God te vernietigen. You know how we ought to live? Weet je hoe we zouden moeten leven? As if this were so. Alsof dit zo was. We had a precious lunch today. Paul en Wilbert. Paul en Wilbert en ik had een hele fijne tijd met de lunch vandaag. It was a wonderful and rich time of sharing. Het was een hele rijke tijd van delen met elkaar. There ought to be much more such opportunity for
the traveling ministers of God and the leaders that in the places to which they come. Er zou veel meer zulke gelegenheden moeten zijn voor de reizende evangelisten en de leiders van de plaatsen waar ze komen. I shared with them something that happened to me some months ago on an airplane. Ik heb iets aan ze doorgegeven van wat er een aantal maanden gebeurde op een vliegtuig. That's where I catch up reading on my magazines, Time, Newsweek. Daar haal ik al mijn lezen in de tijdschriften zoals What's Time, happening in the world? Newsweek en hetgene wat er in de wereld gaande is. And it's sick and pathetic from cover to cover. En van begin tot einde is het ziek en is het pathetisch. Economics, politics, social life, culture. Religion is sick from cover to cover. Of het nou politiek is of cultuur of het sociale leven, het is allemaal even verziekt. A statement of degradation and hopelessness. Het is een uitdrukking van degradatie en hopeloosheid. So I was reading an article by an economist, a secular economist. Ik las dus een artikel van een wereldlijk econoom. And I came to this one line. En ik kwam bij de ene regel. He said, "What happens? We have come to such a complexity and pitch in the economic relations in the world." En hij zei, we zijn in zo'n enorme complexiteit geraakt in de economische situatie in de wereld. That whatever happens anywhere in the world. Dat wat er ook maar gebeurt, waar dan ook in de wereld. Affects everything, everywhere. Dat het een invloed heeft op alles en overal. I almost blasted out of my seat, went right through the roof of the plane. Ik sprong bijna op uit mijn stoel. Ik ging bijna. What an enormous statement! Wat een opmerking! Truly, the children of darkness are wiser than the children of light. Waarlijk, de kinderen van de duisternis zijn wijzer dan de kinderen des lichts. How much better do they understand than we? Hoeveel beter begrijpen zij het dan wij? That whatever happens anywhere. Dat wat er ook, waar dan ook gebeurt. Affects everything. Everywhere. Dat het invloed heeft op alles en overal. If that's true for the kingdom of darkness, als dat waar is voor het koninkrijk van de duisternis. How much more true in the kingdom of light? Hoeveel te meer dan in het koninkrijk des lichts? As we come to the very end and conclusion of the age. Als we komen bij het uiteindelijk het einde en het besluit van de eeuwen van de koninkrijk. God has an intricate and intertwined purpose in the earth. God heeft een heel bijzonder en een verweven doel voor de aarde. How dare we initiate our own activities? Hoe durven we onze eigen daden te vormen? How dare we do something because it is merely good? Hoe durven we iets te doen omdat het alleen maar goed is? Because it seems a good idea. Omdat het alleen maar een goed idee lijkt. Or we like it. Of we vinden het leuk. Or we have the enablement. Of we kunnen het zo goed. I remember a brother in Jewish ministry. Ik herinner me een broer in een Joodse bediening. It was at a conference of Messianic Jewish leaders. Hij was op een conferentie van Joodse christenleiders. Showed us a full page ad that he had placed in the New York Times. En hij liet ons een advertentie zien van een hele bladzijde. He even boasted it cost $6,000. Hij ging er zelfs praten dat het $6,000 had gekost. I was impressed. En ik was ervan onder de indruk. And it had all kinds of inflammatory questions and answers and quite a piece of religious propaganda. En er waren allerlei vragen en antwoorden. En het was heel knap in elkaar gezet. Allerlei religieuze propaganda. Het was goed. Really good. Het zat echt goed uit. I said, to whom did you submit that idea? En ik zei tegen hem, aan wie heb je dat idee onderworpen? I might as well have been someone who had come from another planet. Ik had net zo goed naar een andere planeet kunnen komen. My question was greeted with such a stony look of perplexity. Mijn vraag werd beantwoord met zo'n koude, verbaasde blik. Submit it? Onderwerpen? To no one, he said. Aan niemand natuurlijk. It was my idea. Het was mijn idee. I thought it was good. En ik vond het goed. We had the money. En we hadden het geld. So we did it. Dus we hebben het gedaan. I'll tell you that it grieved the heart of God. Ik kan je vertellen dat het hart van God verdriet deed. I don't care how good it is. Hoe goed het ook is. Was it born from above or from below? Werd het geboren van bovenaf of van beneden? What was the origin of its motive? Wat was de oorsprong van de motivatie? Was it out of man or out of God? Was het vanuit de mens of vanuit God? Did it come in God's moment of time? Kwam het op het moment van God? Was het Gods tijd? When anything that happens anywhere affects everything everywhere. Dat omdat alles wat er ergens gebeurt, alles en overal beïnvloedt. I can multiply these things. Ik kan deze dingen vermenigvuldigen. Christendom is a mess.
de Christenen vandaag de dag is a jangle and a tangle of conflicting ministries and ambitions and designs. Het is een warboel van met elkaar in conflict zijnde bedieningen en werkwijzen en ontwerpen. For men who will not and cannot wait for the Holy Ghost. Van mensen die niet kunnen en niet willen wachten op de Heilige Geest. To speak again into the congregation. Om opnieuw in de gemeente te spreken. Separate unto me. Scheid je af voor mij. Not unto Jewish ministry. Niet voor de Joodse bediening. Not unto the needs that are everywhere about you. Niet voor de noden die overal om je heen zijn. Unto me. Maar voor mij. Is the only safe place of separation. Maar dat is de enige veilige plaats om je voor af te scheiden. For the work whereunto I have called them. Voor het werk waartoe ik ze geroepen heb. That was the beginning of a true and pure apostolic act. Dat was het begin van een waarlijk en een rein apostolische daad. God calling men explicitly by name. God die de mens expliciet bij naam noemde. Who was sent forth by the laying on of hands. Die uitgezonden werden door het opleggen van handen. So they being sent forth by the Holy Ghost went. Dus zij door de Heilige Geest gezonden gingen. I wouldn't want to go forth under any other auspices. Ik zou onder niemands auspicie anders dan hij willen gaan. The result will be deadly. Want het resultaat zal dodelijk zijn. If it has not its origin in God. Als het niet zijn oorsprong heeft in God. In God's own time. In Gods eigen timing. By God's own means. Met Gods eigen middelen. It's interesting where these men were when the Holy Ghost spoke into the congregation. Het is goed om te zien waar deze mannen waren toen God sprak in de gemeente. They were fasting and ministering unto the Lord. Ze waren aan het vasten en ze dienden de Heer. You think that was an accident? Denk je dat dat toeval was? Was it a coincidence? Was dat een toevalligheid? Or was it a condition for which God Himself was waiting? Of was dat een voorwaarde waar God zelf op wachtte? He found men in the place of worship. Hij vond mensen op de plaats van aanbidding. Ministering unto the Lord together. De Heer met elkaar dienend. Just as much content to remain there. En net zo gelukkig en tevreden om daar te blijven. As to go. Dan om uit te gaan. Then it was safe to call them. En toen was het veilig om ze te roepen. I remember I was about to begin one of our overseas trips. Ik herinner me nog ook op het punt stond op een van onze reizen over zee te gaan. 7 weeks Yugoslavia, Hungary, Eastern Europe, Israel. 7 weken Hongarije, Joegoslavië, Oost-Europa en Israël. I don't think it'd be an exaggeration to call it an apostolic journey. Ik denk niet dat het overdreven is om het een apostolische reis te noemen. And the Lord had quickened to me that I was to take one of the young brothers from our community. En de Heer had naar voren gebracht in me dat ik een van de jonge broeders uit de gemeente mee moest nemen. I remember asking him some time shortly before our departure. En ik herinner me nog hoe ik het hem vroeg, kort voordat we zouden vertrekken. What if even at this late moment I would say that you're not to go? Wat als ik op dit moment zelfs nu nog zou moeten zeggen dat je niet moet gaan? There is to choose another in your place. Maar dat ik een ander moet kiezen in jouw plaats. He said, "Oh, it's all the same to me." Hij zegt, Art, het maakt mij allemaal niks uit. To go or not to go. Te gaan of niet te gaan. Good, I said, it's safe then to take you. Ik zeg, okay, dan is het veilig om je mee te nemen. Are you that separated unto God? Ben jij zo afgescheiden voor God? That separated from yourself. Zo gescheiden van jezelf. That you would be just as much content to remain ministering unto the Lord. Dat je net zo tevreden zou zijn om de Heer te dienen. As to be sent. Te plaatsen als om gezonder te worden. We will not wait. We willen niet wachten. Because we're too impatient to do our own thing. Want we zijn te ongeduldig en we willen onze eigen dingen doen. Because we don't love him sufficiently. Omdat we niet voldoende lief hebben. That we initiate our own activity. Zodat we onze eigen acties voortbrengen. We don't wait for that which is born from above. We wachten niet op datgene wat van boven geboren wordt. Jesus said to the Pharisee, if I tell you earthly things and you don't understand them, how shall I tell you heavenly things? Jezus zei tot die Fariseer, als ik jullie van het aardse gesproken heb zonder dat ge gelooft, hoe zal ik u dan spreken van de hemelse, van het hemelse? This is a heavenly thing. Dit is een hemelse zaak. You must be born from above.
Je moet van boven af geboren worden. That's not only a statement for the beginning of the spiritual life. En dat is niet alleen maar iets wat gezegd wordt over het begin van het geestelijk leven. It's a statement of its continuation. Maar zo gaat het ook over de over het voortgang daarvan. Moment by moment. Moment na moment. There's a must. Het is een moeten. For every act. Voor iedere daad. For every word. Ieder woord. For every obedience. Voor iedere gehoorzaamheid. Every plan and design. Voor ieder plan, iedere ontwerp. It must be born from above. Het moet van bovenuit geboren worden. Must. Het moet. Verily, verily, I say unto you. Voorwaar ik zeg u. Art, I've never seen this portion of scripture in that connection. Art, ik heb dit schriftgedeelte nog nooit in dat verband gezien. I only saw this as a tool and a device for evangelism. Ik heb het alleen maar gezien als werktuig en speciaal ontwikkeld voor evangelisatie. Just to the unsaved. Alleen maar voor de niet geredde mensen. Well, that shows how pharisaical you are. Nou, dat laat dan zien hoe farizeeisch je zelf bent. What do you mean Pharisee? Wat bedoel je farizeeën? Wasn't that just a religious party 2000 years ago in the time of Jesus? Was dat niet alleen maar een religieuze partij in de tijd van Jezus 2000 jaar geleden? It's an eternal category. Nee, het is een eeuwige categorie. A certain kind of mentality. Het is een bepaald soort mentaliteit. A certain kind of religious disposition of heart and mind. Een bepaald soort religieuze gesteldheid van hart en verstand. That is fixed and mechanical. Dat die vast ligt en mechanisch. That puts things in little boxes and categories. Dat alles in doosjes en in categorieën plaatst. That is so assured of itself and so self-assured and competent. Die zo zelfverzekerd is en van zichzelf overtuigd en capabel. Did you catch that in the second verse of this chapter? We know that thou art a man sent from God. Heb je dat wel? Hoor je dat erin? Het tweede vers van dit schriftgedeelte, we weten dat hij van God komt. That's always symptomatic of a pharisaical mindset. Dat is altijd een symptoom van een farizeeëse manier van denken. We know, we know. We weten het. And the truth of the matter is, we don't know as we ought to know. Terwijl de waarheid ervan is dat we niet weten zoals we behoren te weten. We're not sufficiently full of tremblings. We zijn niet voldoende vol bevingen. We're not disposed to wait. We zijn niet geneigd tot wachten. We don't sufficiently distrust our own human motivations. We vertrouwen onze eigen menselijke motivaties te veel. We don't look with a proper suspicion upon things which come from the earth and from man from below. En we zien niet met argwaan naar alle dingen die van de mensen van beneden komen. We don't know. We kennen niet. And there's no one who is more abusive of God. En er is niemand die God meer misbruikt. In the realm of the Holy Spirit. In het gebied van de Heilige Geest. Than those who most proudly think to celebrate it. Dan diegene die op de meest trotse manier zich erop voorstellen dat ze het vieren. Namely Pentecostals and Charismatics. Namelijk de Pinkster mensen en de charismatici. Who have so abused the Spirit of God. Die de Geest van God zo misbruikt hebben. Cheap views. Goedkope denkbeelden. Exercises of the spiritual gifts in terms of improving the quality of meetings. Het beoefenen van de geestelijke gaven om daarmee de kwaliteit van bijeenkomsten te verbeteren. Thinking that the Holy Spirit is given for our convenience. Denkend dat de Heilige Geest ons gegeven is voor ons gemak. To renew our denominations. Om onze kerkgenootschappen te vernieuwen. Who talk about the Spirit saying, "Have you got it?" Die over de geest praten en zeggen van heb jij het? When it comes to the actual substance and practice of their lives. Maar als het gaat om het echte, het wezenlijke van hun leven. Don't know what it means to walk in the spirit. Niet weten wat het betekent om in de geest te wandelen. And have never even considered. En die dat nooit zelfs overwogen hebben. That it's a moment by moment proposition. Dat het een zaak is van moment tot moment. Make decisions out of their own heads. Die beslissingen nemen vanuit hun eigen hoofd. Determine whether something is right or wrong on the basis of its logical reason. Die tot de conclusie komen dat iets goed of verkeerd is door hun eigen redenaties. And whose attention is not turned to heaven. En wiens aandacht niet op de hemel gericht is. The whole atmosphere of their congregations. De hele sfeer in hun gemeentes. Has nothing of the awe and fear of God. Heeft niets van het eerbied voor God. Or the sense that the spirit which they profess to celebrate. Of het diepe voelen van dat de geest die ze vieren is holy. Heilig is. That thing which shall be born of you.
dat wat vanuit u geboren zal zijn, shall be holy, sinless and pure. Zal heilig, zonderloos en rein zijn. The Holy Spirit shall brood over you. De Heilige Geest zal over u komen. Let it be unto me. Laat het aan mij geschieden. According to thy word. Naar uw woord. It was not just a picture of a certain historic birth. Het was niet alleen daar een beeld van een bepaalde historische geboorte. But an eternal pattern. Maar van een eeuwig patroon. Of which we've had no sense. Waar we nog geen idee van hebben. We've not waited for the sixth month. Want we hebben niet gewacht tot de zesde maand. We've gone off in ourselves. We zijn zelf erop uitgetrokken. Hoping that God would come behind. En dat we hebben gehoopt dat God van achter ons aan zou komen. To bless our endeavor. Om voor ons te klappen en onze pogingen te zegenen. We simply have not been virginal enough. We zijn niet maagdelijk genoeg geweest. To withhold ourselves only for one. Om onszelf alleen te bewaren voor één. And not yield to any other kind of conception. En niet toe te geven aan wat voor andere bevruchting ook maar. You've gone whoring after other gods. Je hebt gehoreerd met andere goden. Is the cry of God to the Israel of old. Dat is de roep van God tot het Israël van ouds. He might say it again today. Hij zou het vandaag weer kunnen zeggen. We're guilty of fornication. We zijn schuldig aan overspel. With the spirits of this world. Met de geesten van deze wereld. The spirit of convenience. De geest van gemak. Results. Resultaat. Does it work? Werkt het wel? Pragmatic. Het is pragmatisch. Can I succeed? Heeft het wel succes? Well, we have the money. Succes hebben. We think it's a good idea. We vinden het een goed idee. Do you despise good? Heb je een hekel aan het goede? Only in proportion as you love him who is perfect. Alleen maar in die mate dat je hem die volmaakt is lief hebt. That good is as ugly to you. Dat goed zo lelijk is voor jou. As that which is blatantly evil. Als dat wat openlijk kwaad is. For it assuredly comes from the same source. Want zo zeker als ik hier sta, komt het van dezelfde bron. You smell of that which comes not from God but from man. Het ruikt naar iets wat niet van God komt, maar wat van de mens Get komt. Get thee behind me, Satan. Ga achter mij, Satan. Have we let that sink into our hearing? Hebben we dat door ons door laten dringen? Have we heard the verily, verily of Jesus? Hebben we het voorwaar, voorwaar van Jezus wel gehoord? Have we understood the must? Hebben we het moeten begrepen? You must all be born from above. Je moet allemaal geboren worden van bovenaf. The wind blows where it will. En de wind waait waarheen het Have we been willing to wait for it? Zijn we bereid geweest om op hem te wachten en aan hem ons over te geven? In its time. Op zijn tijd. For its purpose. Voor zijn doel. For its glory. Voor zijn eer. It's for virgins. Het is voor maagden. Undefiled. Onbesmet. I can sum it up in a kind of a formula. En ik kan het kort samenvatten in een soort formule. The issue of bringing into the earth a truly spiritual event. Om een waarlijk geestelijk gebeuren geboren te laten worden op de aarde. A spiritual act. Een geestelijke daad. A spiritual word. Een geestelijk woord. The kind that affects eternity. Het soort dat effect heeft in de eeuwigheid. Apostolic. Apostolisch. Touched by the glory of God. Geraakt door de heerlijkheid van God. That will deeply affect things. Dat een diepe invloed zal hebben op de dingen. The issue of that kind of spiritual event. Het voortkomen van zo'n geestelijk gebeuren. Is the issue of birth. Is het een zaak van geboorte. Moment by moment. Moment na moment. And the issue of birth. En de kwestie van geboorte. Is the issue of conception. Is de kwestie van de bevruchting. And the issue of conception. En de zaak van de bevruchting. Is the issue of love. Is een kwestie van liefde. How the Lord will not let me get away from this. Hoezeer laat de Heer me hier niet van afwijken. Tough guy that I've been. Een moeilijke jongen die ik geweest Only ben. Only concerned for the results of God. Alleen maar betrokken voor de bezorgd over the de resultaten heroic acts and works. De helden daden. Love was for the others. Want de liefde was voor anderen. Wasn't my subject and category. Het was mijn onderwerp niet. Just manly obedience. Maar alleen maar mannelijke gehoorzaamheid. But his
pierced my heart. Maar hij heeft mijn hart doorboord. This goes beyond mere obedience. Dit gaat verder dan alleen maar gehoorzaamheid. Mere obedience will come to its end. Alleen maar gehoorzaamheid komt ten einde. Mere obedience will exhaust itself. Alleen maar gehoorzaamheid zal mere obedience will fail. Het zal falen. But bridal love. Maar bruidsliefde. First love. De eerste liefde. That keeps itself pure. Dat zichzelf rein bewaart. That waits only for him. Dat alleen op hem wacht. To come in his time. Om op zijn tijd te komen. And to receive him in his way. En hem op zijn manier te ontvangen. And to suffer the reproach of that conception. En de bestraffing van die bevruchting te dragen. Is for lovers only. Is alleen voor minnaars. And this, in my opinion, is where the holy, sinless, pure end-time acts will come. En naar mijn mening is dat waar de heilige, zonderloze, reine daden van de eindtijd beginnen. There's a must. Het is een moeten. There's a verily, verily. Er is een voorwaar, voorwaar. But we've not seen it. Maar we hebben het niet gezien. Can I ask you a question tonight? Mag ik je een vraag stellen vanavond? Of the two men who were in confrontation in John the third chapter. De twee mannen die met elkaar geconfronteerd waren in het derde hoofdstuk van Johannes. A proud Pharisaical Jew. Een trotse Farizeese Jood. An expert and competent religionist. Een expert in wetijverend religieusiteit. With certain nice attributes, who really wanted to know, learn something from Jesus. Met bepaalde goede dingen in zich die meer van Jezus wilden weten. Or the Lord from heaven himself. En de Heer van de hemel zelf. Speaking answers as mysteries. Die antwoorden spreekt als mysterieën. Willing to perplex men. Bereid om de mens gesteld te doen staan. Not ruled by having to see the result. Niet beheerst door een resultaat te moeten zien. The father's fool. De dwaas van de vader. Speaking only that which is born from above. Die alleen dat spreekt wat uit van bovenaf geboren speaking wordt. The mysteries of God. Die de mysterie van God spreekt. Giving a heavenly answer only. Alleen een hemels antwoord geeft. Or opening not his mouth. Of anders zijn mond niet opent. Which of the two do you more closely resemble? Op welke van die twee lijk je meer? We know, we know. We weten, we weten. Or the Lord from heaven. Of de Heer uit de hemel. I tell you, I'm becoming very simple myself. Ik kan je wel vertellen dat ik zelf heel eenvoudig word. And I'm also tending more and more to see things in terms of one or the other. En ik zie ook steeds meer alles in het licht van de een of de ander. Zwart of wit. Above or below. Boven of beneden. Spirit or flesh. Geest of vlees. The Lord from heaven. De Heer van de hemel. Or the earthly Pharisee. Of de aardse Farizeeër. That's how radical are the choices that are before us. Zo radicaal zijn de keuzes die voor ons liggen. Moment by moment. Moment na moment. I think it says somewhere that God is not mocked. Ik geloof dat het ergens staat dat God niet uitgelachen wordt. That if we sow to the flesh, dat als we in het vlees zaaien. We shall of the flesh reap corruption. Dat we verderf zullen zaaien of zullen maaien vanuit het vlees. But if we sow to the spirit, maar als we in de geest zaaien. We shall sow to eternal life. Dan zullen we zaaien tot eeuwig leven. How we need to have a perspective of heaven. Hoezeer moeten we dat hemelse perspectief hebben? To see from the eternal perspective. Om vanuit het eeuwige perspectief te zien. That might temper our every act and word now. Dat alle daden en woorden nu daarmee getemperd zullen worden. That when we come into the light of eternity. Dat als we in het licht van de eeuwigheid komen. We'll not find that so many of our works were born of the flesh. Dat we niet dan zullen ontdekken dat zoveel van onze werken hier vanuit het vlees en vanuit van beneden af geboren zijn. That were sown only unto corruption. Dat ze alleen maar in tot verderf gezaaid zijn. And had no eternal value. En die geen eeuwige waarde hadden. Wanted by God. Gewild door God. For this last generation. Voor deze laatste generatie. Virgins undefiled. Zijn onbesmette maagden. Who will wait on him only. Die alleen op hem zullen wachten. For his own moment and his own time. Voor zijn moment, voor zijn tijd. For his own purpose. Voor zijn doel. That which may be born into the earth. Dat datgene wat geboren zal worden op de aarde. Shall be holy, sinless and pure. Heilig, zonderloos en rein zal zijn. That's what it's going to take. En dat zal er nodig zijn.
It's the issue of love. Het gaat allemaal om de liefde. That says, let it be unto me. Een liefde die zegt, laat het aan mij geschieden. According to thy word. Naar uw woord. A woman who is so impregnated with the Holy Ghost. Een vrouw die zo bezit, in bezit was van de Heilige Geest. Came and greeted this Elizabeth in whose womb John the babe was. Die vrouw groette die bij wie de Johannes groeide. Who leaped at the very voice of her salutation. Die opsprong bij het horen van de stem van haar groet. As Elizabeth was filled with the Holy Ghost. Toen Elizabeth vervuld werd met de Heilige Geest. At the very sound and the voice of Mary's salutation. Op de klank van de groet van Maria. So it is with one who is swollen with the Holy Ghost. Zo is het met iemand die zo tot zwellens toe vol is van de Heilige Geest. Full of that which is born from above only. Vol van datgene wat alleen vanuit van bovenaf geboren is. Virginal and chaste. Maagdelijk. The very sound of her voice. En de stem van haar, de klank van haar stem. Made the babe to leap. Deed de baby opspringen. How there are things that need to leap in our generation. Wat zijn de dingen die moeten opspringen in onze generatie? That have somehow not been stirred. Die op een of andere manier niet geraakt zijn. Unaffected by our programs. Die op wie onze programma's geen effect hebben gehad. Waiting for this. Die wachten op dit. That which comes down from above. Op datgene wat van bovenaf komt. Born of the Spirit of God. Geboren uit de Geest van God. Moment by moment. Moment na moment. You must be born from above. Je moet van bovenaf geboren worden. Your acts must be born from above. Je daden moeten van bovenaf geboren worden. Your speech and your witness must be born from above. Je spraak, je getuigen moet van bovenaf geboren worden. Must. Moet. Verily, verily. Voorwaar, voorwaar. I say unto thee. Ik zeg u. Are we hearing? Horen we? Are we repenting? Bekeren we ons? For all those things to which we gave ourselves. Van al die dingen van waar we onszelf aan overgegeven hebben. That were only human. Die alleen maar menselijk waren. That savored of man. Dat smaakte naar de mens. And not of God. En niet naar God. How much do we also deserve the rebuke of Jesus? Hoezeer verdienen wij de vermaning, de bestraffing van Jezus? Get thee behind me, Satan. Ga achter mij, Satan. That we have given ourselves over to the work of the enemy. Dat wij ons over hebben gegeven aan het werk van de vijand. And done these things even in the name of God. En deze dingen gedaan hebben zelfs in de naam van God. Better that we were atheists. Het zou beter zijn dat we atheïsten waren. Who had never taken the Lord's name in our mouths. Die nooit de naam van God in onze mond and hadden genomen. And in our ignorance contended against him. En die in onze onwetendheid tegen God gestreden hebben. That we should be our well-meaning intentions. Beter dan dat we alleen maar goede bedoelingen hebben. And kind affections. En goede, fijne gevoelens. Equally oppose his holy will. En evenzeer zijn heilige wil tegenstaan. Let this be far from you. Laat het verre van u zijn. Why did Peter say that? Waarom zei Petrus dat? Because his heart was saying also. Omdat zijn hart ook zei. Let it be far from me. Laat het verre van mij zijn. Because if he must go that way. Want als hij die weg had moeten gaan. What then shall we suffer who also bear his name? Hoe is het dan met ons die ook zijn naam dragen? And how much of our fleshly acts has exactly that motive? En hoeveel van onze vleeselijke daden worden juist hierdoor gemotiveerd? To save us from the suffering. Om ons te bewaren van het lijden. That will come in obedience to the pure spirit of God. Het lijden dat zal komen door de volledige gehoorzaamheid aan de Geest van God. The result of which will always bring you to a cross. Het resultaat waarvan ons altijd bij een kruis zal brengen. Many of us are still saying, let it be far from you. Velen van ons zeggen nog steeds, laat het verre van u zijn. Let it be far from me. En laat het verre van mij zijn. Then Jesus said unto his disciples. Toen zei Jezus tot zijn discipelen. If any man will come after me. Als iemand mij volgen wil. Let him deny himself. Laat hem dan zichzelf verloochenen. And take up his cross and follow me. En laat hem zijn kruis opnemen en mij volgen. For whoever will save his life shall lose it. Want wie zijn leven zal redden zal het verliezen. But whosoever will lose it, his life for my sake shall find it. Maar wie zijn naam om mijn
wil voor mijn naam zal verliezen, zal het winnen. You want to know how to be saved from the humiliation that Peter experienced? Weet je hoe je bewaard kan worden voor de vernedering waar Petrus doorheen ging? Not in one moment to say something that's born from above and the next moment to say something born from below. Om niet het ene moment iets te zeggen wat uit de hemel geboren is en het volgende moment iets wat van beneden af geboren is. There's only one safe place. Er is maar één veilige plaats. It's to lose your life. Het is jouw leven te verliezen. If any man will come after me, als iemand mij volgen wil, let him deny himself. Laat hem dan zichzelf verloochenen. Take up his cross and follow me. En laat hem zijn kruis op zich nemen en mij volgen. A Christian writer said, any man who ever took up his cross. Een christelijke schrijver schreef, iedere man die ooit zijn kruis heeft op zich genomen, went up to a certain hill. En die een heuvel opging. And was never seen from again. En die nooit meer gezien is. It's the only place for flesh. En dat is de enige plaats voor het vlees. You'll never lay down and keep quiet. Het zal nooit zich neerleggen en stilhouden. You'll never be able to discipline it. Je zal nooit in staat zijn om het te disciplineren. Just when you think you got it under control. Want net als je denkt dat je dat je in controle hebt. Dan vecht het en dan komt er een andere vorm weer boven. Just when you think you're being spiritual. Net als je denkt dat je geestelijk bent. Thou art the Christ, the Son of the living God. Gij bent uit de Christus, de Zoon van de levende God. A minute later you're putting your foot in your own mouth. En het moment daarna verloochen je dat zelf weer. The Lord takes you up to the Mount of Transfiguration. En de Heer neemt je mee naar de berg van verheerlijking. And you see God transfigured with Moses and with Elijah. En je ziet God verheerlijk met Mozes en Elia. And your flesh is saying, let us make for thee three booths. En dan zegt je vlees, laat ons voor u drie woonplaatsen maken. The Lord says that he must suffer and die. De Heer zegt dat hij moet sterven. You say, let it be far from you. En jij zegt, laat het ver van je zijn. He says, before the cock crows three times, you'll deny me thrice. En hij zegt, voordat de haan drie keer kraait, zul je me verloochend hebben. The flesh says, though all the world deny you, yet will I deny you never. En het vlees zegt, hoewel de hele wereld u zal verloochenen, ik zal u nooit loochenen. What are you going to do with flesh like that? Wat doe je met zulk soort vlees? There's only one answer for it. Er is maar één antwoord voor. Death. Dood. Crucify it. Kruisig het. If any man will come after me. Als iemand mij volgen wil, let him deny himself. Laat hem dan zichzelf verloochenen. That being dead, dat dood zijnde, being dead and hid with Christ in God, dat gestorven en verborgen met Christus in God, he has no life unto himself. Dat hij geen leven heeft meer in zichzelf, until his life is revealed. Tot zijn leven geopenbaard wordt, from heaven. Vanuit de hemel. How much heaven have we shown the world? Hoeveel hemel hebben wij aan de wereld laten zien? Holy things. Heilige dingen. Born from above. Geboren van bovenaf. And how much have we trafficked in the spirit of the world? En hoeveel hebben we niet gedaan in de geest van de wereld? Doing things like them. Die dingen gedaan op hun manier. Grimy and sweaty. In zweet. Fleshly and human. En vleeselijk en menselijk. Only merely good. Alleen maar goed. But not perfect. Maar niet volmaakt. The good is the enemy of the perfect. Het goede is de vijand van het volmaakte. There's a must, children. Er is een moet, kinderen. Verily, verily, he says unto us. Voorwaar, hij zegt tot ons. You must be born again. Je moet wedergeboren worden. Must be born from above. Je moet van bovenaf must geboren be born worden. Of the Spirit. Je moet vanuit de geest geboren worden. And so is every man that is born of God. En zo is iedere mens die van God geboren so is. Every act that is born of God. En zo is iedere daad die vanuit God geboren so is. Is every word that is born of God. En zo is ieder woord dat van God geboren is. This kind of an obedience. Dit soort gehoorzaamheid. Is an obedience unto death. Is een gehoorzaamheid tot de dood toe. For those who love the Lord of heaven so. Want diegenen die zodanig de Heer lief hebben. And despise that which is from below. En hetgene wat van beneden afkomstig is verachten. And they recognize that there's only one safe place. En zo zie je ze herkennen dat er maar één veilige plaats is. It's to take up their cross. Namelijk het opnemen van een kruis. And not be seen from again. En daar niet meer afkomen, niet meer gezien worden not van buiten. Be heard from again. Waarvan er niet meer gehoord wordt. That their speaking is his speaking. Dat hun spreken zijn spreken is. Their acts are his acts. Dat hun daden zijn daden zullen zijn. Holy and sinless and pure. Heilig, zonderloos en rein. For they come from above. Want ze komen van bovenaf. Shall we pray for this? Zullen we hierom bidden?